Nou ja, Jos Schuurman, vandaag de eerste training bij FC Dordrecht. Hoe is dat bevallen? Ja, lekker. Leuke groep. Trainer al gesproken, dus die kende ik inmiddels ook al. En het bevalt goed. Waarom de overstap naar Dordrecht? Nou, ik denk dat het voor mij zaak is om zoveel mogelijk te spelen. Ik denk dat die kans hier voor mij groot is. Dat heb ik ook besproken. En bij Jong Feyenoord trainen we soms met 6 man zonder keepers. Trainers die mee moesten doen, dus dat was schandalig. Dus daar wilde ik het liefst zo snel mogelijk weg. Waarom dan Dordrecht? Waren er niet meer opties? Er waren wel meer opties. Alleen bij Dordrecht kreeg ik gelijk een goed gevoel. Het is dichtbij. Het is een mooie club met veel ambitie. En ze gaven me veel vertrouwen. Dus voor mij was de keuze snel gemaakt. Ik proef een beetje dat je aan de ene kant ook wel blij en opgelucht bent dat je weg bent bij Feyenoord. Absoluut, absoluut. Ik zat een beetje in niemands land bij Jong Feyenoord. We speelden heel weinig wedstrijden met Jong Feyenoord. Dus voor mijn ontwikkeling was dat niks eigenlijk. Dus ik dacht, Dordt, mooie stap, Jupiler League, ambities, net als ik eigenlijk. En dan had je ook ervoor kunnen kiezen om dit half jaar alleen maar uitgeleend te gaan worden en dan te kijken. Maar je hebt daadwerkelijk ook gelijk voor 3 jaar getekend. Heb je zoveel vertrouwen in deze club? Ja, anders had ik het niet gedaan. We hebben samen wat doelen besproken, ook binnen de club en binnen mij. Maar ik had nog een jaar hierna bij Feyenoord kunnen blijven voor bijvoorbeeld het geld. Maar ik wilde gewoon voetballen en voor mijn sportieve carrière kiezen. En dat heb ik bij deze gedaan. Eigenlijk zag het er ook in de zomer al uit dat je heel weinig minuten zou maken of geen minuten. Hè? Waarom toen niet die keuze gemaakt om toen te vertrekken? Dat moet je niet aan mij vragen, maar aan Martin van Geel. Want die wilde niet dat ik zou vertrekken. Dus toen ben ik gebleven. Heb je toen ook gehoopt op de kans die uiteindelijk Verdonk gekregen heeft? Want Verdonk zat in hetzelfde schuitje. Nou, uiteindelijk, hè, afgelopen zondag zelfs tegen Ajax spelend. Zo kan het gaan. Heb je dat toch ook dat pad voor jezelf ook zo gedacht dat dat misschien ook mogelijk was? Nou, dat is meer een pad van... Met alle respect voor Kelvin die het echt fantastisch doet. Maar hij heeft natuurlijk geluk gehad dat Haps geblesseerd raakte. Waardoor hij mee kon trainen met de eerste. Anders had hij ook bij Jong gestart. En hij doet het nu fantastisch. Hoor. Dani van is ook een fantastische speler. En ik wist dat hij het goed zou doen bij het eerste. Maar... Ja, ik had wel heel veel geluk en pech voor anderen moeten hebben, wilde dat gebeuren. Dus ik had niet die hoop, dat zag ik niet zitten, nee. Hoe moeilijk was het dan om je toch te motiveren iedere keer als je moest opdraaien bij Jong Feyenoord of op een training waarbij je zegt dat je met 6 man op het veld stond? Ja, dan dat is nog de max. Maar het was lastig. In het begin moeilijk gehad, zeker toen de transferperiode nog open was, omdat je dan niet weg mag. Je ziet wel een paar dingen gebeuren, maar... uiteindelijk doe je het ook voor jezelf en je wil ook niet je teamgenoten op dat moment afvallen. Dus ja, altijd vol trainen, dat zit sowieso wel in mij. Dus dat heb ik heel het jaar gedaan. Je was zo'n groot talent bij Feyenoord, hè? Je werd bewierookt. En waar is het dan toch misgegaan? Moet je ook hand in eigen boezem steken of ligt het aan de club? Nee, zeker ook bij mezelf. Deel bij mij, deel pech gehad. Ik heb ik weet niet of veel mensen dat weten, ik heb een virus gehad vorig jaar zomer. Daardoor was ik in totaal 12 weken uit. Toen heb ik een scheurtje opgelopen, dat was niet goed geconstateerd bij NEC. Dus toen ben ik er nog tot de winterstop uit geweest. Daarna heb ik een scheur in mijn sinusmozes, in mijn enkel is dat opgelopen. Dat was ook fout geconstateerd, dus heb ik ermee doorgespeeld. En ik had eigenlijk 6 weken op krukken moeten spelen, daar heb ik mee doorgevoetbald. Dus het zat allemaal niet mee. Maar ook als ik zelf speelde, linksbuiten is niet mijn positie, daar heb ik een paar keer gespeeld. Daar kan ik niet mijn max halen. Maar ik moet zeggen, het is ook niet... Het ligt ook naar mezelf natuurlijk voor een groot deel, dat weet ik zeker. En ik hoop dat nu om te draaien en die belofte alsnog in te lossen. Wie neem je bij Feyenoord het meeste kwalijk? Trainer, Martin van Geel? Nee, gewoon mezelf. Ik ga niet mensen iets kwalijk nemen. Uiteindelijk ligt het altijd zelf, dus dat zou ik nu ook doen. Maar met name hoe ze dan toch met je om zijn gegaan, want ik kan me voorstellen dat dit niet leuk was. Hoe dit het afgelopen half jaar was, dat je misschien zelfs overwogen hebt om helemaal te stoppen. Klopt, die gedachte is wel eens in mij opgekomen. Alleen voetbal is toch de leukste sport die er is, het leukste om te doen. Dus dat is eigenlijk... was alweer snel van de baan. Maar ik wil niet iemand iets kwalijk nemen. Uiteindelijk moet ik het zelf gaan laten zien. En ik hoop dat hier te gaan doen. Ja, en voor jezelf dan 1 stap terug. Misschien wel 2 stappen terug om dadelijk 3, 4 vooruit te doen. Wat toch bij heel veel spelers vaak gelukt is. Precies, ik hoop dat ook te laten zien. En misschien met deze club zelfs wat stappen vooruit te maken. Maar inderdaad, gewoon een stap of 2 stappen terug. Je hebt vorig jaar Goes, heeft die fantastisch gedaan. Heeft een mooie transfer naar PEC Zwolle gemaakt. En ik ga kijken hoe het bij mij loopt. En er komt ook een samenwerkingsverband, of er is er. Er komen er misschien nog wel meerdere jongens met wie je nu in zo'n schuitje zat, deze kant op. Kijk je daar naar uit? Ja, tuurlijk is altijd leuk. De jongens die er waren bij Jong waren hartstikke leuke gasten en goede voetballers. Dus als die komen, zijn van harte welkom en zou hartstikke mooi zijn. Je hebt wel altijd natuurlijk, hè, in de jeugd zo'n groot talent, mooie wedstrijden gespeeld. Een droom gehad om in die Kuip echt te mogen schitteren. Je hebt wel gespeeld, maar echt te mogen schitteren. Hoe pijnlijk is dat dan als het eigenlijk in duigen valt?
Of heb je misschien voor jezelf, hoe gek dat nu ook klinkt, ik ga zo hard knokken, over een jaar of 4, 5 ben ik er weer terug. Tuurlijk, ik heb nog steeds vertrouwen in mezelf en ik hoop ooit nog voor fantastische fans te spelen van Feyenoord. En die stappen te gaan maken om ooit nog in de Kuip te schitteren, dat hoop ik zeker. Komende vrijdag, Jong Ajax, kan je dan nog spelen? Ik kan spelen, ik weet niet hoe het met de trainer zit, maar ik denk dat hij weet, ik ben fit. Ik heb van Jong Feyenoord wel gewoon hard getraind en we hebben wel tegen Jong Twente gespeeld vorige week. Dus wedstrijdfit ben ik nog niet, daar hebben we te weinig wedstrijden voor gespeeld, maar ik kan zeker spelen. Kan je één ding tot slot nog wel zeggen hoe vervelend dat is voor spelers van Jong, dat jullie maar zo weinig wedstrijden spelen. En als jullie dan spelen, spelen jullie wedstrijden tegen Jong Helmond Sport of Jong NEC. Maar volgens mij zijn dat niet de wedstrijden die je wil spelen. Nee, klopt. Als we al spelen, want wij waren ook vaak de gasten die gewoon op de bank zaten, omdat spelers van één dan terugkwamen. Ja, ik wil niet dat de schuld geven, zeg maar het is moeilijk om vanaf de A1 in één keer door te stromen naar het eerste zonder dat je een jong ploeg hebt in de Jupiler League of in die voetbalpyramide. Want ja, je speelt eens in de 3 weken als je al speelt. En voor de rest de oefenwedstrijd heel af en toe tegen, ik noem maar wat, ASWH, dat soort dingen. Dat is gewoon lastig. En ik hoop voor de jongens dat ze die stap wel kunnen maken. Of misschien ook via een tussenstap het alsnog gaan halen.